Suzanne is hier weer. Goedemorgen, Suzanne. Goedemorgen. Goedemorgen. Geen museum-updates meer. Dat hadden we afgelopen week. Maar jij wil graag mijn handtekening. En niet alleen mijn handtekening, begrijp ik. Klopt, inderdaad. Ik vraag niet snel om iets, maar vandaag wel. En het is echt voor iets heel erg goeds. Ik ben namelijk gedoken in de walvis. Walvissen, een van de meest intelligente diersoorten ter wereld eigenlijk. Op basis van onderzoek van het Emory University. Ze hebben gekeken naar MRI-gegevens. Worden walvissen ook echt qua intelligentie geplaatst net na mensen? Ze kunnen ook complexe emoties voelen en zo. Maar wat wil je dan ook met zo'n enorme stel hersenen, zo groot? Walvissen die praten onder elkaar door klikgeluidjes te maken. Een soort van echolocatie. Daardoor weten ze waar ze zijn. En ze zingen en ze fluiten naar elkaar. Dat doen ze om een partner te vinden of om jongeren groot te brengen, voedsel te zoeken. Dus voor hun is het echt van levensbelang, hè, die geluiden. Maar nu hoorde ik dit weekend dat door het smelten van de Noordpool, daar in die zee, de Noordelijke IJszee, steeds meer economische activiteit ontstaat. En wat komt daarmee ook tegelijk eigenlijk? Geluidsonderlast onder water. Het heeft te maken met olie- en gaswinning en vracht- en visserijschepen die langskomen varen. En die geluidsoverlast, ja, dat zorgt ervoor dat zij elkaar niet meer kunnen vinden, niet meer weten waar ze zijn, niet meer kunnen oriënteren, geen eten meer kunnen vinden, noem maar op. En nou, ik vond dat best wel erg toen ik dat hoorde. Ik heb een geluidje meegenomen. Dan hoor je dat dus twee walvissen met elkaar aan het praten zijn, aan het fluiten, aan het zingen. En dan hoor je zo'n schip op de achtergrond. Moet je even van luisteren. Echt hard. Ze fluiten echt naar elkaar. Ja, ze fluiten naar elkaar. En daarachter hoor je dan zo'n schip. Alleen je moet je voorstellen, onder water klinkt het nog 10 keer zo erg. In dit fragmentje wat ik heb meegenomen, hoor je dus echt van die schepen die dan de hele dag langs varen. Dit is een schip onder water. Ja, nou ja, stel je voor. Probeer daar maar met jezelf een niveau doorheen te fluiten om je familie en je vrienden en je eten te vinden. Nou, ik zat al bloedirritant vinden, maar zij zijn ervan afhankelijk. En dat vind ik zo erg. Dus we moeten iets doen aan die herrie. Die herrie die moet gewoon stoppen. Het Wereld Natuurfonds is hierin gedoken. En het is zo dat op 6 mei ministers van alle Noordpoollanden samenkomen in Finland. En dat is het moment om geluidsvervuiling onder water, want dat is dit, op de agenda te zetten. Want als dat wordt erkend, hè, geluidsvervuiling onder water, als echte vorm van vervuiling, dan pas kunnen de maatregelen genomen worden. En dat is dus, nu kom ik bij jouw vraag, daarom heb ik dus je handtekening nodig. Want we kunnen iets heel kleins doen. Het Wereld Natuurfonds wil tijdens die meeting dus geluidsvervuiling onder water op de agenda zetten. En dat kan dus als wij onze handtekening achterlaten. En dat kan op wnf.nl/stopdeherrie. Mooi gezegd. Kleine stap en groot geluk voor die walvis. wnf.nl/stopdeherrie. Klopt.